Het tentfeest in Schoonheten duurt maar liefst 3 dagen. Op de laatste dag, op 4 mei, stond dit keer een steptoertocht door Salland op het programma. Ja, het is nu 9:45. De eerste deelnemers die arriveren op dit moment. Ik sta hier bij Erik van der Meijden uit Kampen. Uit Kampen. Ja, en stepteam Celles Kampen-Zeedijk. Doe je mee aan de familietoertocht of aan de marathon? Twee van ons, we zijn met z'n vieren doen marathon en twee van ons doen de familietocht en ik doe de familietocht. Ja. Nou, zo'n step die kun je natuurlijk niet vergelijken met zo'n kinderstep van vroeger. Kun je er eens iets van vertellen? Nou ja, dat grote voorwiel. Hij heeft dan een grote voorwiel en een kleintje achter. En het is alleen maar rolweerstand wat je dan kweekt dat het makkelijker wordt. Ja, wat is het verschil? Eigenlijk alleen maar de vorm. Dat het wat mooie stijl uitziet. Maar voor de rest is het gewoon hetzelfde. Snelheid? Het talent wat erop staat. Dat is de snelheid. Ja. Maar materiaal... Dat zit wel goed. Nou ja, voor mij niet zo. Ik ben niet zo snel. Maar je maakt je step zo licht mogelijk. En dan... Dat scheelt weer gewicht. Hey, bedankt. Graag gedaan. Han van der Mars, je bent de initiatiefnemer. Er zijn er vandaag 2 tochten, hè? Klopt, er zijn 2 tochten. We hebben een marathon uitgezet. We hebben 42 kilometer en 195 meter. Speciaal voor mensen die eens een marathon willen doen en geen ervaring hebben met een marathon, omdat het voor het hardlopen toch wel vaak een afstand is. En we hebben een familietocht. Je bent zelf ook een enthousiaste stepper. Ja, dat klopt. Het is wel erg in, hè, of niet? Het is enorm in. Ik ben ook, ik bedoel dat niet als reclame, maar ik heb er zelf ook 20 aangeschaft om te gaan verhuren bij mij. Ik woon een paar huizen verder. Ik denk van, nou, en dat was het mooie. We hebben een week of 3 geleden een soort clinic gehouden. 20 mensen op een step die nog nooit gestept hadden. En iedereen die step aanraakt, die zegt, dit is fantastisch. Dit is echt mooi. Het roept jeugdherinneringen op. Het zet mensen in beweging. Je bent laag bij de grond. Je kunt remmen. Je kunt zo snel gaan als je wil. Ik heb kaarten waar het energieverbruik op staat. En ja, het is bewegen en genieten. Ja, nou, nog even iets over die deelnemers. Niet iedereen heeft een step die hier komt, denk ik. Nee, dat klopt. In 2 minuten is het bijna niet te doen. Dat is een afschuwelijk lang verhaal. Maar we zijn er wel in geslaagd om 85 steps te regelen her en der uit het land. En is er ook nog een link met het 150-jarig bestaan van het Overijsselskanaal? Ja, prachtig dat u dat noemt, want dat hebben we bewust gedaan. Salanders trots laten zijn op het kanaal, Salanders trots laten zijn op Salland. En in die context hebben we gedacht, we pakken daar ook een stuk kanaal bij, ons kanaal. Hè? Van met de hand uitgegraven, 150 jaar oud, nou ja, dat verhaal zouden we in een ander interview kunnen doen. Daarom hebben we gezegd, we pakken daar iets van 18 kilometer kanaal bij. Het zijn mooie stukken, goed de steppenstukken, waar prachtig coulissenlandschap is, prachtige bruggen, alles passeert. En vandaar dat we dat kanaal ook hebben betrokken bij de marathon. Want... Nou, je bent er druk mee met de voorbereiding. Denk ik, de laatste loodjes en dan een kopje koffie. Ja. Om 8 uur vanmorgen nog even de route gauw weer even nagetrokken. En prima, we zijn er helemaal klaar voor. Nou, succes hè? Heel en bedankt. Bedankt. Ja, bedankt. En is dit jullie eerste marathon? Dit is mijn eerste marathon, ja, onze eerste marathon. Oh, ja. Dus dat is een clubje wat bij elkaar hoort? Ja, ja. Voor nu even wel, ja. Ja. Hoe hebben jullie je voorbereid? Niet. Nee. Maar je hebt zo al genoeg conditie? Ik denk het wel. Normaal gaan we hardlopen. En vanmorgen zijn we om 10 uur gebeld of we nog even meer wouden doen. Dus daar zijn we. Zeg succes, hè? We hebben nog 15 seconden. En dan tellen we langzaam af op wie de 10 bent. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zoals Willy Oosterhuis zegt, Lord, gooi jongens! En nog wel een applaus voor de jongens die een paar uur achter elkaar op die steps door de Sallandse dreven gaan trekken. Het is een mooi gezicht. Het is een nieuwe rage en het was geen rage meer, maar dit werd een nieuwe volkssport. Het is veel makkelijker dan fietsen. Je hebt geen trappers nodig. Die heeft van hemzelf niet om. Dames, heren, jongeren en ouderen, van alles met elkaar in. Geweldig. Iedereen heel veel succes, sterkte. De bezemwagen komt er straks achteraan. Dus buiten muur, gewoon aan de kandeling. Je bent voor heel veel op de raad. En nog iets de laatste. Applaus! Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb.
en nou eens even zien. Waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Naast mij de man die het startschot zal geven, een bekende, ja, hij noemt zichzelf een TBS'er. Ik wist niet dat je dat ook al aan. Ja, TBS'er, hè. Ja. Wat ding er eigenlijk? Ter beschikking van de regering gesteld, maar ja, in dit geval is het een tijdelijk bekende salander. En vanuit die functie ben ik ook gevraagd om hier hem de kop te laten zien. Wat heb je met steppen? Nou, nog niet zoveel, maar ik denk dat er een bult bent die er nog niet zoveel mee hebt. Maar ik vind het, ik ken Han van de Mars goed en die, dat initiatief, dat vond ik wel geweldig. En hij vroeg me, wil je dat ondersteunen? Ik zei, nou absoluut, als ik dat enigszins kan, dan doe ik dat aan met. Zou het niet een goed idee zijn om door zijn lady van te maken in Salland? Ja. Nou, Wim Sonneveld heeft vroeger al wel, ja, op de step, nee, op de step. Daar is een mooi lied van gemaakt en dat is niet te overtreffen, dat weet ik zeker. Nee, maar steppen door Salland, dat zal dan wel eens doen. Ik heb ooit wel eens een lied gemaakt over een fietstocht door Salland. Met allerlei, maar misschien moet dat, maar dat is nog nooit uitgebracht, dus dat ligt nog eens op de planken. Ja, maar misschien moet dat met een step gaan doen. Ja. En dan een stepronde door zo'n kilometer of 40 door Salland en langs de mooiste plekjes. Nou, een goed idee. Dat is een goed idee. Nou, bedankt voor het idee. Ja. Mocht het wat worden, dan kan de Ros in ieder geval de Buma Stemra recht komen. Nou, hartstikke mooi zeg. Ja, bedankt, ja. Hè. Ja, oké. Okay. Het is bijna zover een familietoertocht gaat beginnen. En ik sta hier bij twee zusjes. Wat dacht je? Het is mooi weer en waarom zouden we niet meedoen? Nou, mijn broer zit in een organisatie, dus vandaar. Wij moesten wel meedoen. Is dat voor jullie de eerste keer? Ja. Helemaal niet geoefend? Nee hoor, ongeoefend. En dat gaat lukken? Oh, zeker. Zeker. Ja hoor. Ja. Nou, succes ermee, hè? Ja, dank u wel. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou eens even zien, waar rij ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Tot zover deze impressie van de steptoertocht door het Sallandse land.